Oh shit, een achtbaan in the end. Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan wij een super epische Minecraft pretpark map spelen. Ik heb er zin in, doe alvast een dikke vette like op deze video. Als we super veel likes kunnen halen, ga ik meer pretpark mappen in Minecraft spelen. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Als je dat nog niet gedaan hebt, schaam je dan sowieso. En abonneer nu snel en let's freaking go. Oké jongens, er staat hier druk op de knop en kijk dan naar rechts. Daar gaan we, let's go. Wow, er staat welkom. Nou jongens en meisjes, kijk eens aan. Hier is de parkeeringang. Ja, ik heb nog steeds geen auto en rijbewijs, dus daar hebben we niet zoveel aan. Ah, dit is wanneer je een auto hebt. Nou, ik heb geen auto. Dus we gaan lekker lopen. We krijgen een boek, even kijken wat er staat. Er zijn attracties. Oh, get to the right, let's go. Kunnen we er letterlijk naartoe? Are you serious? We kunnen onszelf gewoon naar rides toe teleporteren. Ik heb mezelf nu naar de eerste ride geteleporteerd. En dit is de squid. Dat houdt dus in dat het een inktvis is. Nou, ik ben heel erg benieuwd. General entrance, fast mine line. Nou, we gaan natuurlijk voor de fast... Oh nee, dit is de fast mine line. Dus dit is voor mensen die lekker in de rij willen wachten. En dit is voor de mensen die een VIP-kaartje hebben. Nou, ik voel me wel weer vereerd hoor, jongens en meisjes. Ik voel me wel weer vereerd. We gaan eens even naar beneden om te kijken wat voor soort attractie dit is. Ik heb het idee dat het allemaal achtbanen zijn. Dus let's get it, man. Ik weet eerlijk gezegd niet welke kant ik het beste op kan. Even kijken. Welcome to Squid. Please wait for the cart to your left. Oh, nou, let's go. En wat moet ik nu doen? Rechterklik. Even kijken. Then hop and push to your right. Oké, nu moeten we rechts klikken. Maar, waarschijnlijk moeten we gewoon dit doen. Zo, Let's go, jongens en meisjes. We zitten in de allereerste achtbaan. Dit is waarschijnlijk een soort van onderwater achtbaan, gok ik zo. Ik weet het niet zeker, maar het is in het thema van een inktvis. En voor zover ik weet, leeft een inktvis onder water. Dus we zullen het zien. Oh my god, deze ziet er in ieder geval... Oh my god, we gaan letterlijk in een inktvis, of niet soms? Ik zie hier namelijk een soort van de tong van de inktvis. En ik heb zo'n idee dat we daar nu naartoe gaan rijden. Oh my god, kijk dan jongens en meisjes. Dit is gewoon een freaking inktvis. En waarschijnlijk gaan we daar zo meteen in. Of we gaan erop, één van die twee. We gaan in ieder geval er iets mee doen, anders zouden we hier niet staan. Ja, we gaan er inderdaad in jongens, let's get it. Oeh, spannend. Ik heb nog nooit eerder in een inktvis gezeten. Het zou raar zijn als het wel zo was natuurlijk. Maar we gaan eens even kijken wat hier binnen te beleven is. Holy shit. Ik hoorde gekke explosies. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar ik hoorde ze in ieder geval wel. Nou jongens en meisjes, was geloof ik een kort maar krachtig ritje. Dat was dus ook gelijk de allereerste. Er zijn er geloof ik echt een hele hoop. En daar kunnen we naartoe teleporteren via ons mooie boek. Tenminste, ik weet nog niet of die klaar is. Oh my god jongens, het is spooky. Lekker donker. Stel voor, er zou gewoon echt een achtbaan bestaan waarin je gewoon letterlijk in het lichaam van verschillende soorten enge vissen gaat. Welcome back. Please destroy the card in front of you and exit. Oké, nou, we gaan hem kapot maken en we gaan naar de exit toe. Let's get it, man. Dit was het begin. We gaan eens even kijken welke we nog meer hebben. Dat kunnen we geloof ik doen via dit boek. Maar eerst gaan we even netjes naar buiten. Want we gaan natuurlijk niet in het lichaam van een inktvis blijven hangen. Die hangjongeren in de lichamen van inktvissen toch tegenwoordig, jongens. Het is ook ongelooflijk. Oké, wat is dit? Dit is trash. Nou, dan moet ik er maar in gaan zitten. Poedum. Show. Ja, de Roast Yourself Challenge bewaren we voor een andere video. We gaan eens even kijken. Welke hebben we nog meer? Attractions. Lot 1. Welke hebben we nog meer? We hebben de Bedrock Mountain. Oeh, deze ziet er heel erg spannend uit. De Bedrock Mountain. We kunnen gaan voor de General Entrance. Wat ik dus net ook al zei. Voor de mensen die willen wachten. Of we gaan voor de Fast Mine Line. Voor mensen die niet willen wachten. En ik ben ongetwijfeld één iemand die niet wil wachten. Dus let's get it. Ik ben heel benieuwd. We gaan eens even kijken waar hier de boel begint. Oeh, deze is wel creepy, man, bro. Het is zo donker om je heen. Zo van links is het donker, boven is het donker, rechts is het donker. Dus het is best wel een beetje spannend, maar we zullen het gaan zien, jongens. Ik heb het idee dat dit leuk gaat worden. Wacht eens even, is dit überhaupt wel een achtbaan of is dit gewoon één gek doolhof? Want het lijkt erop dat we nu echt wel een heel eind moeten lopen voordat we überhaupt bij de minecarts aankomen. Oh, choose alleen. Oké, we mogen kiezen. In de mine mutte... Na 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 na, ik ken het liedje nu niet meer. Maakt niet uit, want ik eet een peer. Prijs de heer, ik word niet skeerd. Oké, we gaan voor deze, let's get it man. That way, Welcome to the Bedrock Mountain, please wait for the car. Oké, let's go jongens, we gaan ervoor. Welke kant moeten we op? Moeten we links, oké, we moeten links, we moeten deze kant op. Let's go jongens. Ik heb deze nog nooit eerder gedaan. Ik heb sowieso nog geen één attractie in deze map gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Deze ziet er wel een stuk duisterder uit dan. Oh my god, nee. Oh nee toch jongens. Oh, dit belooft niet veel goeds te worden. We gaan nu de Bedrock Mountain in. Oeh, spooky. Ik ben benieuwd. Oh shit man, ongelooflijk veel lava en gloeiend hete stenen. Ik hoop dat we daar niet tegen aan gaan komen, want dan kunnen we nog wel eens een probleem hebben. Oké, let's go jongens. We gaan naar boven met onze prachtige mooie minecart. Het is ontiegelijk donker hier. Ik zie letterlijk geen ene bliksem.
Oh my god, ik zie niks. Ik vind het totaal niet fijn. Het is gewoon, dit is gewoon dat moment wanneer je s'nachts uit je bed stapt. Zeg maar, voordat je ging slapen heb je alle licht uitgedaan. Je wordt s'nachts wakker, je hebt dorst, je stapt uit je bed en je kunt gewoon de koelkast niet vinden. Dat is gewoon letterlijk wat er nu gebeurt. Zoekend naar de koelkast. Soms ben ik zeg maar naar de koelkast aan het zoeken en dan slaap ik zeg maar nog half. En dan kom ik gewoon letterlijk in een andere kamer uit. Laatst kwam ik letterlijk in de waskamer uit, zeg maar, waar alle wasmachines staan. En ik dacht bij mezelf van, hier staat geen koelkast. En toen kwam ik erachter dat je beter niet half slapend naar water kunt zoeken. Maar in ieder geval, deze achtbaan is freaking sick. Even serieus, deze is echt meer dan gruwelijk. Ik bedoel, kijk hoe ongelooflijk donker die was. Deze was heel cool. Nou, dit is de exit. Ik zie weer een trashcan, dus ik ga er maar weer lekker in zitten terwijl ik mijn boeken bijpak voor de volgende attractie. We hebben nu de Squid gehad, we hebben de Bedrock Mountain gehad en we gaan nu naar The End. Ik ben heel benieuwd. Oeh, deze ziet er heel spannend uit, jongens. Dit belooft iets spannends te gaan worden. We gaan uiteraard weer voor de fast lane. Ik heb namelijk geen zin om te gaan wachten als een normaal persoon. Ik ga lekker via de fast lane, jongens. We gaan eens even kijken. Ik heb het idee dat er sowieso een of andere Ender Dragon in deze map gaat zijn. Dat moet wel. Ik bedoel, het thema is The End. En als je The End hoort, dan denk je gelijk aan de Ender Dragon. Dus die gaat waarschijnlijk ergens in deze map te vinden zijn. Oeh, spannend jongens. Wat vinden jullie de allerengste Minecraft mob? Ik denk persoonlijk ik toch wel de Wither. Omdat de Wither toch wel die Minecraft mob is die echt heel erg onsterfelijk is vergeleken met bijvoorbeeld de Ender Dragon. En de rest van de Minecraft mobs waar je tegen kunt vechten. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mods die nieuwe mobs toevoegen. En die kunnen ook echt super creepy zijn. Oké, we gaan eens even kijken. Ik weet niet eens waar ik ben op dit moment. Maar ik denk dat ik de goede kant op ga. YOLO, 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 YOLO. Soms is YOLO zeg maar wel het beste om te denken in Minecraft wanneer je in een bepaalde map gaat spelen. Voornamelijk als die vol zit met achtbanen. Are you serious? Oh my god, bro. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit wel... YOLO, oké. Ik wou eigenlijk nog even overwegen, maar... Oh shit, een achtbaan in The End. Jongens en meisjes, een achtbaan in The End. Let's go. Zul ik het echt doen, Ender Dragon? Ik neem aan dat dat een ja is. Ik ga ervoor. Wacht eens even. Oh. Are you serious? Wacht even. Sorry, sorry. Oh, nu ben ik zijn hoofd kwijt. Maakt niet uit. Ik heb juist het Ender Dragon. Ik heb eigenlijk nu de Ender Dragon al gekild. Mag ik terug? Ik neem aan van niet. We zijn net begonnen. Oké, let's go jongens. We gaan rechts afslaan. En dan... Niet rechts afslaan, maar dan wel rechts afslaan. En dan wel weer rechts afslaan. En dan links afslaan. Ik word helemaal psychisch van mezelf jongens. Stel voor, je zou in het volgende leven een TomTom zijn. Ik zou letterlijk gewoon... Ja, dat volgende leven direct niet meer willen hebben. Oké, let's go jongens, daar gaan we. De minecart komt er waarschijnlijk binnen enkele seconden aan. Ik zou zeggen, let's get it. Oké, ik ben een beetje zenuwachtig voor deze eerlijk gezegd. Want het is dus in het thema van de Ender Dragon. Oh shit jongens. Oh shit jongens, de Ender Dragon zit in deze map. Ik herhaal, de Ender Dragon zit in deze map. Ik zie hem naast mij. En hij is, ik hoor geluiden van de Ender Dragon. En ik hoor Endermans. Ik hoor van alles. Oh shit, wat doe ik allemaal? Ik hoor van alles en nog wat. Ik ga even mijn Minecraft geluid wat zachter zetten voordat ik jullie half doof maak. Oké, jongens, we gaan naar beneden toe. Let's go. Deze map is geloof ik echt super spannend. We krijgen allemaal rare effecten. Ik ben misselijk. Ik heb ook nog een speed gekregen. Geen idee wat je aan misselijkheid en speed tegelijkertijd hebt, maar... Oké, maakt verder niet uit. Oh my god, dit ziet er zo spacey uit. Dit is geloof ik gewoon letterlijk hoe een Minecraft nachtmerrie eruit ziet. Ik heb nog nooit eerder een Minecraft nachtmerrie ervaren, maar dit is denk ik hoe het is. Oké, shit man, let's go. Oh my god. Oh my god, ik zou zeggen laten we rechts gaan. Laten we nog een keer rechts gaan, let's go. Oh shit man bro. Ik ben een beetje bang. Het lijkt alsof ik over een soort van rare, duistere tentakels aan het rijden ben. Maar gelukkig zie ik elk klein stukje wat verlicht wordt. Daar zie ik een rail liggen, zodat ik niet heel bang hoef te zijn. Dat ik op een of andere eng fantasiemonster zit ofzo. Want dat zou natuurlijk niet zo chill zijn. Ik denk dat dat niet heel erg comfortabel is namelijk. Oh shit. Oh nee. Wacht eens even. Gaan we nou zo meteen nog langs de Ender Dragon, want ik zie hem in één keer niet meer. Kijk hoe ongelooflijk donker dit is, jongens. Ik heb nog nooit zo'n donkere Minecraft achtbaan gezien. Ah, de belichting is weer terug. Hey, meneer de Ender Dragon. Wacht eens even. Ik krijg nog 5 euro van jou. Laatst waren we in de cafetaria bij mij om de hoek. Toen heb ik een frikandel en een milkshake voor jou getrakteerd. Waar is mijn 5 euro, Ender Dragon? Luister. We kunnen dit via de makkelijke of moeilijke manier doen. En ik hoor aan je gegrom dat jij liever de moeilijke manier hebt. Dus ik kom je nog wel een keer halen. Komt helemaal goed. Nu niet, want ik ben een pussy. Maar ooit kom ik je halen. Oké, jongens. Oh, shit, man. We komen wel heel erg dicht in de buurt van de Ender Dragon. Ik hoor zeg maar ook het gefladder van die Ender Dragon vleugels. Weet je, ik pak voor de zekerheid alvast even mijn bow en mijn arrows erbij. Just to be sure. Oh, wat doe ik? Oh, wacht eens even.
Yay! Ik spawn gewoon papagaaien. Terwijl ik in een freaking achtbaan in die end zit. Yay! Papagaai, papagaai, papagaai. Weet dat ik het Minecraft gras maai. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Ik ga ze beschieten terwijl ik hierin zit. Nee, kan niet meer. Het is te donker. Oh shit, jongens. Ik hoop niet dat we zometeen in de Ender Dragon moeten. Want dat zou ik toch niet heel erg fijn vinden, to be honest. Maar we zullen zien hoe dit verder gaat, jongens. Let's get it. Oké, weet je. Ik ga mijn inventaris even leeggooien. Dit mag weg en dit mag weg. Zo, als de Ender Dragon het wilt hebben. Stel voor de Ender Dragon wilt een papegaai als huisdier hebben, dan mag dat. Ook al denk ik dat de Ender Dragon er niet heel erg goed voor gaat zorgen. Ik denk eerder dat hij het gaat gebruiken als een tussendoortje. Tussen zijn werk door. En die papegaai is weg. Oh shit, man. Deze map is wel sick, man. Al deze achtbanen zijn eigenlijk gewoon best wel gruwelijk op zich. Hebben we het overleefd? Oh nee, ik hoor het gegrom van de Ender Dragon weer. Hij kijkt ook niet heel erg blij. En hij heeft me weer een of ander misselijk effect gegeven. Wat is die Ender Dragon toch ook een rare vogel, hè? Ja, vogel, een rare draak eigenlijk. Ik bedoel, stel voor, je zou vogels hebben in real life die eruit zouden zien als de Ender Dragon. Hoe episch zou het zijn om die als huisdier te hebben? Holy moly. Trouwens, als je een VR-bril zou op hebben en je zou dat Minecraft-misselijkheidseffect hebben, dan word je geloof ik in het echt ook gewoon kots en kotsmisselijk. Want kijk hoe ongelooflijk specie dit eruit ziet. Het is gewoon letterlijk op geen enkele manier chill om hier naar te kijken. Het gaat zo letterlijk alle kanten op. Oké, jongens. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb zo'n vermoeden. En ik weet het niet zeker. Maar ik heb zo'n vermoeden dat we elk moment de Ender Dragon in kunnen gaan. Of niet soms. Heb ik het goed? Ik hoor wel weer gegrom links en rechts van me. Ik word er niet heel erg blij van. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh my god, we zijn zojuist in de Ender Dragon, jongens. Oh, dit is het einde. Gelukkig, we made it. Ik was namelijk wel even bang. Ik ga eens even kijken hoeveel attracties er eigenlijk nog meer zijn. Oh, er zijn er echt super veel. Er zijn er echt super veel. Dus weet je, ik ga. Of zijn er nog meer? Oh, er zijn er echt kapot veel. Dus het lijkt mij een leuk idee om een vervolg te maken op deze map. Als jullie dat leuk zouden vinden. Willen jullie een deel 2 zien van deze Minecraft pretpark map? Doe dan even een dikke vette like. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En laat in de comments weten welke achtbaan van deze map jullie het allervetst vonden. En of jullie dus willen dat ik een vervolg maak waarin ik de andere achtbanen nog ga uitproberen. Want er zijn er namelijk super veel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.